1959, een belangrijk jaar voor het Venlose voetbal. VVV won de beker met spelers als Herman Teeuwe, Jan Klaassen en Gijs Nas. Een andere Venlonaar speelde op dat moment in de hoofdstad, bij Ajax, en tekende voor een bijzonder record. Op 22 maart 1959 scoorde Jan Seelen in de uitwedstrijd tegen SAS 3 keer in 2 minuten. Seelen kwam een jaar eerder bij Ajax terecht omdat VVV geen optie was. Ik zou toen dat tijd, was een Rijks-ABS en ik mocht van de directeur, in belang van mij, mocht ik niet in het eerste van VVV, want ik moest leren. En dat heb ik hem ook nooit kwalijk genomen, want dat duidde in mijn belang. Nou, en, dus ik heb eigenlijk maar weinig bij VVV, maar via het Nederlands jeugdelftal en die trainers, toen dat tijd, ja, die hadden mij al bij het Nederlands jeugdelftal gezien. En die holden mij door naartoe. Op een stof en een oude voetbalschoen, voor Ajax kampioen, voor Ajax kampioen. Op een stof en een oude voetbalschoen, voor Ajax kampioen. En nog een keer! Seelen speelde bij Ajax samen met spelers als Sjaak Zwart, Henk Groot, Bob Harms en Benny Muller. De grote prijs volgde in 1960. Ajax won het landskampioenschap in een beslissingswedstrijd tegen Feyenoord. Het kampioensbord heeft hij nog. Dat is een aandenken, dat als het niet van de moer valt. Ja, dat is hartstikke doof. En dat zijn ook dingen die... daar heb ik toch veel meer dingen van als ik dacht van zo'n soort aandenkens. Wie lang heb je bij Ajax gespeeld? Ik heb er 3 jaar gespeeld, van 58 bis 61. En toen moest ik een militaire dienst en toen ben ik naar Vitesse gegaan. En daar heb ik dan tot 65 gezeten. Toen ben ik uit dienst en toen ben ik die gymlessen gewoon gegeven op school, de levensschool. Een paar oude plakboeken herinneren aan de voetballer Jan Seelen. In zijn garage bladert hij er doorheen. Met militair elftal moesten we spelen. Brussel of... Ik ken ook Frankrijk zijn geweest. Ik denk Frankrijk. Parijs. En ik zei dat ik niet koos. Het was carnaval. We moesten woensdags nog carnaval spelen. Nou, en ik zei dat ik... ik zeg, we hebben 2 7 kinderen. Ik zeg, mijn elders gaan met carnaval vieren. Dus ik moet toes op de kinderen passen. En toen ben ik gewoon met carnaval uitgegaan. En toen kreeg ik vanuit Den Haag kreeg ik een keertje... met het spoor over de grens, als militair. Nou, dat was natuurlijk wel leuk. Maar dan zijn ze opgesteld. Deze jongen, bedonderd. Het is een teamsport. En we hebben met 1-0 gewonnen, maar die 1 goal heb ik toen moeten maken. Dat moest ik goed maken, voor de jongen. Want ik had duur bedonderd. En zo zien er met heel een hoop dingen zijn best... leuke herinneringen aan eigenlijk. Hè. De meeste kennen ze nog niet meer, want ik ben zelf ook al in de 70. Maar ik heb tegen Gento, Puskas, Di Stefano, Santa Maria, tegen Real Madrid hebben we toen gespeeld. Ja, dan had ze Venlo, Jan Klaassen, Bartje Calier. Ja, en in Nederland ook tegen iedere tegenstander, waar ik mee deed. Ja, dat is allemaal een en de beste, zien een en de slechtste. Mensen als Faas Wilkes, Abel Enstra. Faas Wilkes, die liep, daar heb ik geen mee gespeeld, want hij woonde bij ons in Den Hoog. En toen vloerden ze me een keer in het strafschopgebied. En toen wordt hij benaamd. Maar toen liep hij neven Megera en zei: die vliegen. En de scheidsrechter trapt erin en dan wordt hij benaamd. Die wedstrijd, de liers van die ook wat, vlieg niet meteen op. Ik zal opgevlogen zien en hem erin hebben getikt. Nee. Niet doen zitten. De voetbalcarrière van Jan Seelen eindigde toen hij 26 was. In de kracht van zijn leven koos hij voor een baan als sportleraar. Dus dat is trouwen, dat is een kleine, dat moet wat over de taal deer. En dat moet wel gegaan deer, dat zien ze zelfs wat breken. En dan zit ze in de rolstoel en dan. Ja, daar ben ik een beetje misschien negatief erin, maar ik heb eigenlijk de deur van me doen. En net wie in de tijd, dan deed ik het weer. Nou, kunnen ze zeggen, luister, ik krok het erop met voetbal. Daar is een paar jaar gespeeld, zijn best binnen.